Goedendag kijkers en welkom bij deze nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel gaan we het hebben over de verschillende digitale wallets, met name de Unify5P app. Afgelopen week herdachten ze hun 5-jarig bestaan en wij gaan er meer hierover praten met de heer Dean Rivos. Hij is de marketing manager van de Southern Commercial Bank van Suriname en hij gaat meer hierop in. Kijkt u mee. Meneer Rivos, goeiedag en welkom in ons programma In Gesprek Met. Goedemorgen, thank you. Ik ga direct met de deur in huis vallen. Augustus maand kan de Southern Commercial Bank nu eigenlijk een beetje zien als een soort van een feestmaand. Want afgelopen week bestond Unify5P 5 jaar. Een heel mooi jubileum. Wat betekent dit voor de Southern Commercial Bank? Klopt, 5 jaar Unify5P is een mooi moment om een beetje terug te kijken en ook... De gemeenschap bekend te maken wat we allemaal hebben kunnen doen binnen 5 jaar. We zijn nog jong, we moeten nog veel verder komen. Maar 5 jaar is een moment dat je wel kan, een beetje kan highlighten. Helemaal. We gaan mijn kijkers hun mind een beetje refreshen. Wat is Unify5P precies? Oké, Unify5P is eigenlijk een digitaal betaalsysteem. Hij bestaat aan de ene zijde uit een mobile wallet, waarmee je dus betalingen kan doen vanuit je telefoon. En een merchant platform, waarbij bedrijven betalingen kunnen accepteren. Het gaat om digitale betalingen, waarbij je met je telefoon via een QR-code een betaling kan doen. Als u de revue mag laten passeren en een terugblik kan werpen over hoe het was 2019 naar nu, en de feedback die de bank allemaal heeft ontvangen omtrent deze app. Hoe zit het? Aan de goede kant, middelmatig, slecht kan beter. Hoe was de feedback zo'n beetje? Het kan altijd beter. We zijn gestart in 2019 als de eerste mobile wallet in Suriname. Het was een nieuw moment voor de Surinamers, een nieuw product. Men moet nog gewend raken aan digitaal betalen. Dus we zijn gestart op de Sauna-markt. De mensen een beetje het gevoel laten ervaren. Digitaal betalen met de QR-code. Er zijn allemaal knelpunten in Suriname die een beetje ervoor zorgen dat het wat minder gaat. Maar de mensen zijn ook aan het ontwikkelen. Men is nu veel handiger of men kan nu veel meer met hun mobiele telefoon. Ze leren ook hoe je digitaal kan betalen. Men gaat op reis, men gaat naar het buitenland. Dus ze ervaren het ook in het buitenland. De bedrijven die moeten ook daaraan aanpassen. Voor hen is het ook veiliger om digitale betalingen te kunnen accepteren. Dus het is eigenlijk een kippen-ei situatie. Waarbij we de bedrijven moeten aantrekken om digitaal te accepteren. Maar ook de consument moeten aanmoedigen om niet meer cash te betalen, maar gewoon met je telefoon te betalen. Want iedereen loopt tegenwoordig met een mobiele telefoon. Nee, dat is mooi en waar. Maar men geeft soms ook aan, in de meeste gesprekken met andere bankfilialen en andere banken, geef ik ze vaak aan dat we hebben nog steeds een hele oude groep die dit niet makkelijk vindt. Contactloos betalen, zaken giraal doen. Hoe kan de Southern Commercial Bank, ook middels Unify5P, ook ervoor zorgen om mensen of die oude groep over die drempel heen te kunnen krijgen, wat dat het makkelijker is. En mocht je, we kloppen het af, iemand beroeft je dat je dat niet, dat je tenminste met je geld kan zitten. Ja. Al wordt je telefoon gestolen, kan je alles nog steeds blokkeren erin, want er zijn veiligheidsaspecten in die app. Hoe kunnen jullie die groep nog over de drempel heen krijgen? Ik denk een stukje voorlichting. Veel met mensen praten en instructies aantoonbaar maken. En bijvoorbeeld de utility payments. Dat is een heel mooie functionaliteit die we kunnen highlighten. Waarbij je als consument niet meer uit huis hoeft te gaan om je utility betalingen te doen. EBS, Telesuur, SWM doe je allemaal in de app. Het is zo gemakkelijk dat je jouw rekeningnummer toevoegt in de app. En je ziet ook jouw openstaande rekeningen, waardoor je dan niet op een aparte website hoeft te gaan om te kijken wat is het bedrag dat ik moet betalen. Je betaalt hem via de app en op die manier je hoeft niet uit huis te gaan. Dus het is eigenlijk voor elke
leeftijdscategorie. Is dat interessant? Nee, dat klopt inderdaad. Maar je geeft aan, het is interessant, maar men vertrouwt het toch niet helemaal. Doordat het ook niet goed is uitgelegd, ik denk vanuit de bedrijven, EBS, Cilisure, SUM, van wat er precies gebeurt, mocht iemand betalen via Uni5P. Ja. En ik denk dat het daar een beetje aan schort, dat men een beetje twijfelt om die app dan te gebruiken. Klopt helemaal, klopt helemaal. Ik denk dat er, we moeten eigenlijk een boondroek houden. Zodat elke partij het vanuit hun zijde ook aangeeft van hey, dit is echt de veiligste manier om te betalen. De systemen zijn allemaal geïntegreerd. Als je een betaling doet, ziet EBS meteen dat de betaling is gedaan. Op wiens naam dat is, welk bedrag is betaald. Het is eigenlijk een stukje informatie die we naar voren moeten brengen. Het twijfelen die is gekomen door omdat men de andere betaalmethodes gebruikt, bijvoorbeeld overmaken, dan is dat heel moeilijk om te identificeren van wie die overmaking komt, voor welke rekening wordt betaald, voor welk factuurnummer wordt betaald. Terwijl bij een mobiel betaalsysteem is dat geïntegreerd. Dus men hoeft niet meer te gaan zoeken om welke betaling het gaat. Ik denk dat dat naar voren gebracht moet worden. Ja, dus ik denk ook dat misschien zowel, dat is een idee, zodat de Commercial Bank misschien een infodag kan houden met de drie staatsbedrijven. Mm-hmm. Zodat men meer informatie heeft. Want als ik me niet vergis, moet je dan, je maakt zelf jouw account aan in die app met je debiteurnummer of je klantnummer, alles wat gevraagd, adres en zo. Zodat ja. Men ziet dat het jouw naam is en dat de informatie dan ook opgevraagd wordt, omdat ik gebruik het ook zelf, dus vandaar ik het dat zo uitleg. Klopt, klopt. En als ik me niet vergis, is zodra je dan via die app betaalt, dat het direct wordt afgetrokken, zodat je weet dat je niet hoeft te twijfelen dat je afgesloten wordt en dat je met een openstaande rekening blijft. Klopt dat? Ja, helemaal waar. Oké, naast de utilities, welke mogelijkheden heeft de Uni5P app nog meer? Nou, in de Uni5P app kan je dus ook eenmaal 24 uur belt goed kopen voor Telesuur als Digicel. Je kan het niet alleen voor jezelf, je kan ook gewoon voor een derde persoon bel te goed kopen en het wordt ook meteen opgewaardeerd. Dus niet dat er een code wordt verstuurd, hij wordt gewoon meteen opgewaardeerd op dat nummer. QR-code betalingen in de winkel, zowel op online platformen, bedrijven die websites hebben, Kirpalani, ASDS, de winkels met hun online shop, kan je dus een bestelling doen en betalen met de Uni5P app. En natuurlijk het managen van onze betaalkaarten. Dat zijn onze UnionPay-kaarten en de Mastercard prepaid-kaarten. Middels de app kan je dus je kaart koppelen. En jouw balans en alle transacties van je kaart beheren via de app. Ook als je misschien je kaart kwijt hebt geraakt of je wilt hem even op hold zetten, kan dat ook via de Uni5P-app. Dus het is eigenlijk een management systeem voor de kaarten. Oké, maar we praten er allemaal mooi over. Je kan dit doen, je kan dat doen. Maar hoe kom je mezelf met geld op die kaart? Want je moet tenminste geld hebben. Ik bedoel, op die wallet. Je moet tenminste geld hebben op die wallet. En als ik me niet vergis, kan dat... als ik me niet vergis, voor die SAD's kan het bij de kassas van Telesuur. En via overmakingssystemen. Kunt u dat zo een beetje uitleggen, zodat men ook direct weet... Oh, het is zo makkelijk. Ik wist het niet. Ja, klopt. Maar het is eigenlijk heel simpel. De app is gratis te downloaden via de App Store of Google Play Store. Je moet registreren met jouw mobiele telefoonnummer, Surinaams nummer, een Digicel of een Telesuur nummer. Je registreert met je telefoonnummer, naam, geboortedatum, etc. En op dat moment heb je dus een account. Als je een account hebt, dat is jouw eigen wallet, moet je dat aanzuiveren. Aanzuiveren kan op twee manieren. Een cash storting of een bankovermaking. We hebben verschillende cash top-up punten, zo noemen wij dat, een top-up op je wallet. De Telesuur kantoren zijn allemaal top-up punten. Benny Shopping Center, Noord en Zuid. De Uni5P store aan de Maagdenstraat. Postsparbank kantoren in Nikeri, maar ook in Paramaribo. En de Southern Commercial Bank aan de Toetonnelaan. Natuurlijk zijn we bezig om meer top-up locaties te hebben. Want dat is ook een succesfactor. Hoe meer locaties je hebt om geld op je wallet te zetten, hoe makkelijker het is voor de mensen. Maar ook natuurlijk kan je je wallet ook opwaarderen via een bankovermaking. Vanuit any lokale bank kan je dus overmaken naar de Southern Commercial Bank om je wallet aan te zuiveren. Er is een specifiek rekeningnummer daarvoor.
Ik kan het even oplezen hier. 8801 00. Dus 88 0 100. Dat is het rekeningnummer. Heel simpel. Ja, maar ik denk dat je ook niet moet vergeten dat in je omschrijving je ook het telefoonnummer dat is gekoppeld aan je Unify5P erbij moet zetten. Want anders weet de bank niet wat ze bij dat geld moeten klopt doen. Helemaal, klopt helemaal. Ja, dus als je overmaking doet, moet je natuurlijk in de omschrijving jouw walletnummer toevoegen. Jouw walletnummer is dus gewoon jouw telefoonnummer waarmee je hebt geregistreerd. U heeft daar net aangehaald, jullie hebben prepaid debitkaarten. En dat is ook een van de redenen waarom Unify5P een beetje populairder is geworden, om het zo te zeggen. En dat maakt jullie 5 jaar ook een beetje in een hoera-stemming, om het in een hoera-stemming te brengen. De UnionPay-kaart is niet zo bekend, net als hoe men aangeeft. Maar het is meer bekend in Azië het meest, maar Mastercard is een wereldmerk. Dus, en dat heeft dan voor meer... hoe zal ik het zeggen, gemak, want als ik me niet vergis is Unify5P, Southern Commercial Bank, sorry, super makkelijk. Je hoeft alleen met je ID-kaart online, maar waarom moet ik het vertellen? Vertelt u maar hoe het allemaal aan toe gaat en mensen zal denken, nou, Supra werkt ook daar. Ja, dus onze prepaid kaarten hebben echt een highlight gezet op Unify5P. We zitten nu op 40.000 actieve Unify5P wallet registraties en we hebben de UnionPay kaart op de markt en pas dit jaar zijn we gestart met Mastercard prepaid kaarten. We zitten nu al op een mooi aantal 6000 Mastercarden op de markt. Het is heel simpel, het zijn prepaid kaarten, dat wil zeggen hij werkt hetzelfde als de wallet. Je moet hem eerst aanzuiveren voordat je hem kan gebruiken. En omdat hij een prepaid kaart is, is dus het aanvraagproces zo makkelijk. Je hebt alleen een ID-kaart nodig. Je kan de kaart aanvragen op onze website, scombank.sr. Vraagt hem online aan. Krijgt een digitaal contract om te tekenen. En je moet de overmaking doen of een storting voor de betaling. En dus je krijgt je kaart in handen. Het zijn masterkaarten. Dat wil zeggen, hij is wereldwijd geaccepteerd. Ook in het Caribisch gebied, ook in Guyana, Frans Guyana. Maar zelf ook in Suriname. Dus de Mastercard is echt interessant. Het is bekender dan UnionPay, vandaar dat de mensen ook ze trusten het eerder. Dus op die manier, ja. Ja, ik zou niet zeggen ze trusten het eerder. Men gaat ervan uit, gemak dient de mens. Want ik las ook ergens van dat als men met die UnionPay-kaart bestellingen wil doen online, dat je kan koppelen aan PayPal. En PayPal is ook wereldwijd bekend. Kunt u dat proces een beetje uitleggen? Ja, dus PayPal is eigenlijk een internationale wallet. Je kan dus je kaarten koppelen aan de wallet, een internationale wallet, waardoor je dan via de PayPal de betaling kan doen. Je gebruikt PayPal eigenlijk pas als de website of de winkel waar je gaat betalen jouw kaart niet accepteert. In het geval van Mastercard wordt overal geaccepteerd, dus daar is PayPal niet meer nodig. Als je nu je Mastercard hebt, kan je dus op any website je betaling rechtstreeks vanuit je kaart doen. Op die manier is het ook goedkoper voor jou, omdat PayPal eigenlijk ook transactiekosten in kaart brengt. Dus met een Mastercard is het dus ook goedkoper voor de mens om betalingen te doen. Als ik zo allemaal luister, hoe is Southern Commercial Bank nu bezig om, ondanks het 5 jaar is Unify5P, om het een beetje toch meer in de bloemetjes te zetten, om het zo te zeggen. Ik wil het woord bekender niet gebruiken, want men hoort ervan, men weet dat het er is. Maar om mensen erin te interesseren om het toch nog te gebruiken, voor het gemak, een woord die heel vaak wordt gebruikt. Is dat financial inclusion gedeelte. Dat houdt iets anders in dan alles giraal doen. hoe zal de Southern Commercial Bank er nu voor zorgen om Unify5P meer aan het licht te brengen? Ja, om even terug te komen op financial inclusion. Ik denk dat dat stukje van de drempel verlagen voor de mensen. Ik denk dat dat echt gehighlight moet worden. Dat proberen wij ook door alleen een ID-kaart op te vragen en je een kaart kan krijgen of een wallet kan aanmaken. Dus dat stukje financial inclusion die zit er erg bij.
En wij proberen de mensen een beetje dichterbij te trekken door een beetje community building. Een beetje terug te komen naar het volk. Van oké, okay, we hebben nu een mooie trui design gemaakt. Dit is een shirt. Een nieuw shirtje voor Uni5P. En we hebben een campagne eraan gekoppeld waarbij we zeggen van als je als klant 5 type transacties doet met je wallet. Dat zijn eigenlijk de 5 basis transacties die een huishouding moet doen. Dan kom je aanmerking voor een shirt. De 5 transacties zijn dus jouw utility betalingen. EBS, Telesuur, SWM. Eenmaal bel te goed, Telesuur of Digicel. En een QR betaling in de winkel op de website. Of een kaartbetaling met een van jouw Mastercard of UnionPay. Het is een stukje waarbij we de klanten ook willen stimuleren om de app meer te gebruiken. We hebben veel gebruikers die de app gebruiken voor één specifiek ding. Maar het kan veel meer. En als je alles doet, dan heb je er veel meer voordeel aan. We hebben soms ook met Telesuur dat je bonus kan krijgen met Beltegoed. 100% bonus bij het aankopen van Beltegoed via Uni5P. Dus als de mensen ons volgen, dan kan je eigenlijk de voordelen daaruit halen. Zijn er dan nog meer plannen omtrent deze app? Ik zou niet zeggen dat de app moeilijk is, want de app is zowel in Nederlands, Engels als in het Chinees, als ik me niet vergis. Ja, ja. Zijn er plannen om de app user-friendlier te maken, om het zo te zeggen? Want toch nog lijkt het moeilijk te zijn voor heel wat mensen, want de stappen moet je iemand heel goed kunnen uitleggen volgens de persoon het snapt. Hebben jullie daarin ook wat plannen om het te wijzigen of aan te passen? Ja, zeker wel. We hebben ook feedback gekregen vanuit de gebruikers. De app moet aangepast worden. De interface van de app moet een beetje vriendelijker zijn. Dus daarmee zijn we wel bezig. De functionaliteiten meer naar voren te brengen, zodat het niet moeilijk is om te komen bij de functionaliteit dat je wil gebruiken in de app. En natuurlijk meer functionaliteiten toevoegen in combinatie met de Southern Commercial Bank. Dus dat wil zeggen de connectie met de bank wat sterker maken. En een belangrijk ding dat we wel moeten doen, dat zijn dus meer top-up locaties. Okay. Iedereen vraagt ook daarnaar, ook in de districten. Locaties waar je eigenlijk met cash kan komen om geld te zetten op je wallet. We willen dan werken met franchise model, waarbij we dus merchants kunnen aantrekken die top-up voor ons kunnen verkopen, maar ook betaling kunnen accepteren en elk ander product. Hebben jullie dan een indicatie hoe lang de timeframe kan zijn? Want dat is wat ik zeg, zolang je internet hebt op je telefoon, kan je die app gebruiken. Klopt. En de meeste mensen in de districten die zijn daar ook in geïnteresseerd. Heeft u dan een indicatie wat de timeframe kan zijn voor het eind van het jaar of eerste kwartaal van het volgend jaar? Want ik denk dat het gaat ook om een stukje vertrouwen in de merchants die jullie zullen aantrekken. Ja, om ja, te ja. weten dat zaken goed kunnen verlopen, neem ik aan. Ja, klopt. We zijn druk bezig. Dit jaar is eigenlijk nog kort, maar niet zo lang meer. We zijn druk bezig met de app. De interface van de app een beetje verbeteren. En met het franchise model moeten we het contractgedeelte nog even afronden en dan nog met de merchants praten. We hebben al een merchant netwerk van ongeveer 400 merchants op de markt, waarbij je kan betalen met Uni5P. Uh-huh. Maar dus die moeten we nog gaan aantrekken om top-up te doen of om andere functionaliteiten aan te kunnen maken. Uh-huh. Met alle... net als wat u aangaf, functionaliteiten die die app heeft. En die ook met die kaarten die er zijn, dat men online betalingen kan doen. Want het lijkt alsof Surinamers niet ervan houden om op Amazon te zijn. En op Shein en Timu en van zoveel sites. Is er wel nog steeds een interesse in de prepaid kaarten? UnionPay en Mastercard? Oh ja, ja, ja. Zeker wel, zeker wel. Dat is alleen maar aan het stijgen. Men wordt er bewuster van dat je je spullen zelf online kan betalen of kopen. Je brengt het naar Suriname, waardoor het ook een beetje goedkoper wordt. Mensen houden van mooie dingen. Je houdt van mooie kleren, mooie apparatuur voor je huis. Met een UnionPay of een Mastercard prepaid card kan je dus zelf jouw bestelling doen online. En je spullen tot in Suriname krijgen. Het is voordeliger en het is goedkoper, maar ook je hebt meer keuzes online. Je kan veel meer zelf kopen online dan dat je in de winkel hier kan vinden.
niet meer behalve in de winkel, nu hoef je niet meer. Want vroeger had je dat men online, oh, bij wie kan ik zoiets bestellen? Ja, ja, klopt. Dus ik ga ervan uit dat dat ook jullie doel is om mensen ook hun eigen vrijheid te geven. Ja. Door zelf hun zaken te kunnen regelen. Ja. Als ik zo naar u luister. Eenmaal we het hierover hebben, het is een veel voorkomende vraag die ook komt vanuit de klantengroep. Is, je hebt mooi en waar een kaart, een prepaid kaart, maar hoe krijg je spullen in Suriname? Dat is wel een stukje waarbij je een connectie gaat moeten maken met een freight forwarder. Dat is eigenlijk een bedrijf die shipments doet naar Suriname. Ja. Waardoor je, wanneer je een bestelling hebt gedaan online, moet je jouw producten sturen naar de locatie van jouw freight forwarder. En die gaat het dus naar Suriname shippen. Okay. Jij doet wel de betaling online, maar zij gaan het van Miami of China brengen naar Suriname. Ja. Hebben jullie misschien ook samenwerkingen? Want men gaat ervan uit van, je geeft het zelf aan iemand die spullen ook laat halen, maar je kan je eigen kaart gebruiken. Kwam men ook met vragen van, hoe do you guys recommend? Ja, we hebben sowieso samenwerkingen. Er zijn bedrijven die zijn aangesloten aan de bank, die ook onze kaarten kunnen accepteren, waarbij je dan met je kaart daar kan betalen voor jouw shipping. Maar wij zeggen eigenlijk, je kan met any shippingbedrijf werken. Dus dat we de een speciaal bedrijf voorstellen. Ja, nee, dat is helemaal goed. Meneer Rivos, alvorens we gaan naar het einde van dit deel. Welk advies... Nee, ik ga het geen advies geven. Als men, waarom zou men voor het gemak Uni5P in de toekomst blijven gebruiken? Dat is de vraag. Waarom zou men die app moeten blijven gebruiken om het voor zichzelf makkelijker te maken? Ja, waarom zou je het blijven gebruiken? Het wordt alleen maar beter. De wereld is ook aan het ontwikkelen naar het meer digitale. Uiteindelijk ga je alleen een telefoon nodig hebben om any type betaling te kunnen doen. Je gaat niet eens meer een kaart nodig hebben, je kan gewoon je telefoon in je hand hebben. Je doet de betaling online, je krijgt alles. Ter plekke. Je hoeft niet uit huis te gaan. En het is veel veiliger. Met cash betalen heb je het hygiëne dat erbij komt, maar ook gewoon dat je met veel cash op zak loopt. Met je telefoon heb je verschillende security factoren die erbij komen kijken. Je telefoon heeft de lock, de app heeft de lock. Je hebt een betaalwachtwoord voordat je een betaling kan doen. Er zijn security layers. Dus het is een stukje veiligheid die bij komt kijken, die ervoor kan zorgen dat de mens ook eerder kiest voor digitaal dan cash. Helemaal. En tot wanneer is jullie birthday actie voor de 5 transacties voor een truitje? Ja, dus onze birthday maand is de maand augustus. Tot eind augustus kunnen de klanten gebruik maken van de app, de transacties met ons delen via Facebook. Messenger. En dan kunnen we altijd in contact komen om jouw cadeau of jouw present in ontvangst te nemen. Maar dan zijn jullie niet bang, want u gaf aan, er zijn 40.000 appgebruikers. Zijn jullie niet bang dat jullie 40.000 truitjes gaan moeten? Is nog beter voor ons. Oké, nee, heel hartelijk dank meneer Rivos. Ook vanuit ons van ATV alsnog de hartelijke felicitaties met 5 jaar Uni5P. Ja. En we kijken naar de wijzigingen die zullen komen, want wij gebruiken het ook, dus wij checken alles dat jullie ermee doen. En wij volgen alles en hopelijk krijgen we straks nog een nieuw product erbij. Ja, is goed. Ook dank u wel voor de uitnodiging voor dit programma. En we houden u altijd op de hoogte. Thank you. Thank you. U heeft de heer Dean Rivos gehoord, kijkers. Er zijn nog veel meer opkomst in verband met de app om het veel gebruiksvriendelijker te maken. En de actie in verband met een truitje te kunnen krijgen, die is er nog tot eind augustus, want hun verjaardagsmaand is van de maand. Gaat u nog niet weg? Wij zijn zo weer terug met een tweede deel van In Gesprek Met. Thank you.
Lunch, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. Wij zijn op bezoek bij de dansschool Be Your Own Hero. En zij hebben morgen, donderdag en vrijdag verschillende voorstellingen die ze samen doen met Untold en Black Harmony. Wij praten met de founder Revelino Lichon en ook de founder van Untold, de heer Otmar Watson, over deze voorstellingen van deze samenwerking. Kijk u mee. Meneer Revelino Lichon, u ook welkom in ons programma In Gesprek Met. Dank jullie wel en welkom. Ja, dank je wel. Vooral voor de uitnodiging. Be Your Own Hero is geen onbekende slogan in Suriname, om het zo te zeggen. Maar voor hen die het niet weten, wat is Be Your Own Hero precies? Be Your Own Hero is sowieso breed, maar in Suriname is het zeg maar. Maar de naam, we houden ons vast aan de naam, Be Your Own Hero. Omdat wij vinden, op je eigen manier kun je eigen held zijn. Maakt niet uit wat je doet in het leven, just be your own hero. Dus vandaar dat wij ook voor een naam hebben gekozen dat niks te maken had met dansen. Maar dat zo'n beetje te maken heeft met ook persoonlijke groei. Alles dat zo'n beetje met motivatie te maken heeft in het leven. Jullie hebben elk jaar verschillende voorstellingen die jullie koppelen aan samenwerkingen die jullie doen. Dit is de hoeveelste voorstelling die jullie gaan opvoeren morgen? De telling ben ik kwijt. Maar om te zeggen hoeveel het is qua samenwerking met Untold en zeg maar Black Harmony, dan is word, ja, nog 3 erbij, dan hebben we 12. In de afgelopen 6-7 jaar in Suriname. Kijk daar, maar dat is toch ook iets goed, want als founder van Be Your Own Hero, was het idee om zo'n dansschool op te zetten om ervoor te zorgen dat de jeugd eigenlijk niet het verkeerde pad opgaat? De naam zegt het al, Be Your Own Hero. Het idee kwam allemaal, ik heb voor het laatst gedanst voor de Mysticals. En zoals we weten, vroeger had je geen scholen. Je had weinig tot geen scholen. Je had groepen. En je kwam moeilijk in een groep. Vooral vrouwen, weet ik van, als je in de douane schijnt of zang, kwam je niet makkelijk in een groep. Dus niet dat ik mijn plafond had bereikt, maar ik wilde meer gaan doen. En ik zei tegen mezelf, hey, weet je wat, ik wil anders gaan verdienen in Suriname. En dat is gewoon met mijn hobby. Ik hoef niet te dansen. Maar ik wil wel een sleutel, ik wil wel met een sleutel lopen die ervoor kan zorgen dat bepaalde deuren open gaan. Dus ik kwam met het idee van waarom niet je eigen school? Want als je een school hebt, dan ben je niet beperkt. En dan tegelijkertijd werk je ook aan ontwikkeling van de jeugd. Maar niet alleen de jeugdigen, want jongvolwassen, iedereen houdt van dansen. Dus nogmaals, de school is ook opgezet om jongeren te stimuleren om niet zeg maar op de verkeerde pad op te gaan. Iedereen zoekt naar een podium als je talent hebt. En in Suriname, je hebt een podium hier, je hebt een podium daar. Maar vaak genoeg zijn het organisaties die hun eigen ding doen. Dit is een podium waar we elkaar supporten. Waar we andere organisaties ook uitnodigen. Maar we zorgen er ook voor dat we ook wat teruggeven. Dus Be Your Own Hero is er om ervoor te zorgen dat we nogmaals jongeren een huis, een gevoel, een thuis waar ze zich gewoon kunnen zijn, hun kunnen uitleven, uitdansen. En we houden ons niet alleen maar met dansen bezig. We stimuleren ook als het gaat om persoonlijke groei. Hoe ze moeten sparen, hoe ze om moeten gaan met tijd, welke keuzes ze moeten maken. Dus het is meer dan een school, eerlijk gezegd. Het is meer dan een school. Maar dat is tenminste goed. Je zegt tussen de 6 en 7 jaren dat jullie bezig zijn dit ding te doen. Was het moeilijk om samen te werken met andere organisaties, vooral organisaties uit andere landen? Nee, tot nu toe niet. Ik geef gewoon eerlijk toe. Untold en Be Your Own Hero die werken nu al 9 jaar samen. December 2024 maakt de relatie van ons zeg maar 9 jaar. Ik heb ook andere partners waarmee ik samen heb gewerkt. En tot nu toe loopt het gewoon vlekkeloos. Als je weet wat je wilt, waar je naartoe wil gaan en welke mensen je om je heen hebt. En met welke mensen je wilt samenwerken. Dan moet het gewoon vlekkeloos gaan.
Jullie hebben elk jaar andere soort type thema's. Wat kan het publiek en de samenleving zoal verwachten uit de voorstelling die ze morgen, overmorgen en de derde dag nog kunnen verwachten? U weet vaak genoeg, zeggen we. Ik wil niet veel verklappen. Kom maar naar de voorstellingen. Je hebt zelf gezien de afgelopen jaren hoe snel de kaarten waren uitverkocht. Februari nog toen, Black Harmony hier zo was. Ga je kaart halen. Voor mij was het, ik heb vaker dit soort voorstellingen mogen meemaken. En voor mij was het belangrijk, voordat ik de volgende stap wilde maken in mijn leven. Van waar kom je? En dan kom je erachter wie je bent. En dan pas kun je verder. Dus mijn boodschap naar de mensen die kijken. Als je wil weten van waar je komt, als je wil weten waar je naartoe moet gaan, kom naar de voorstelling. Geef dan een tipje van de sluier, wat men eigenlijk kan verwachten, wat het thema precies is, wat men kan verwachten. Want je hebt hip-hop, je hebt de awassa, je hebt de normale Surinaamse Creoolse dans, Hindustanen, Javanen. Hoe ziet het thema eruit? Je hoeft niet precies diep in te gaan wat men kan verwachten, maar ieder heeft zijn eigen smaak. Dus om die doelgroep en ook een breder doelgroep te kunnen bereiken, wat kan men om en bij verwachten? Sowieso spectaculair. We hebben niet alleen Untold en Black Harmony, we hebben ook Beer Own Hero die ook een uitvoering gaat geven. En we hebben ook de Mysticals. De Mysticals, ik moet wel zeggen dat zij alleen op dag 1 gaan performen. Maar in het geheel, de hele avond, zal je zeg maar muziek en dans tegenkomen die te maken hebben met West-Afrikaans. Maar niet alleen West-Afrikaans, maar ook Surinaams. Dus het wordt de avond vol kleur, vol drumwerk, vol zang. De mensen mogen ook verwachten dat, zeg maar, zang, dans, muziek en theater, maar ook van verschillende groepen. We hebben Black Harmony, we hebben Untold, maar we hebben ook Beer Own Hero en The Mysticals. Men kan sowieso verwachten dat we teruggaan van waar we komen. De avond zal zo voor 99% te maken hebben met Afro-Surinaams, Afrika. Dus je kan niet naar daar komen en iets anders verwachten. Het wordt gewoon een hele mooie avond. Vol met Afro, dans, zang, muziek, drum, everything. En na deze voorstellingen op 15, 16 en 17 augustus, wat kan de gemeenschap dan verwachten van Beer Own Hero? Resterend kwartaal van het jaar 2024. Straks hebben we vakantie. Maar in november is het de bedoeling dat we naar Nederland gaan. Om ook samen met Untold te gaan werken. In hoeverre het doorgaat weet ik nog niet. Het hangt van de sponsoren af. De afgelopen jaren hebben we het altijd zonder fondsen gedaan. We doen het gewoon zelf. Omdat het moeilijk is om aan fondsen te komen. En in november hebben we ook nog onze eigen eindpresentaties in Theater On Stage. In de maand september hebben we een breakdance battle. Dat is echt gewoon voor de hiphoppers, de breakdance liefhebbers. En in de maand september hebben we ook nog een programma voor jonge jongens tussen 7 en 15 jaar. Waar we ze weerbaar gaan maken hoe ze om moeten gaan met bepaalde situaties. Maar ook wanneer mensen approach, hoe ze moeten zijn qua opstelling. We zijn vaak genoeg geneigd om te vragen hoe heet je en dan kijk hij je aan. En dan moet mama of papa slaan van zeg nou, zeg hoe heet. Weet je, we willen de jeugd alvast gaan stimuleren op een mooie toekomst. Wat je te wachten staat als het ware. Dus qua programma, we hebben nog veel te doen. We hebben echt nog veel te doen. Ik weet niet of we rusten. Ja, nee, maar dat is sowieso goed, want vaak genoeg in de vakantie zoeken we de vakantiescholen. Men hoeft Beer Own Hero niet te zien als een vakantieschool. Maar dat laatste waarover u het had, over de jongens tussen 7 en 15 jaar, waarom zo'n invalshoek? Waarom is het belangrijk om die groep jongens een beetje te helpen leren vormen? De meeste dingen die ik doe, dan kijk ik vanuit mezelf. Ik kan me nog herinneren als ik met mijn moeder liep of met een oom
en je komt iemand anders tegen. En dan is het vaak genoeg een grap van toen, boy, feining. En dan kijk je de persoon aan van, moet ik je antwoord geven of niet? Als ik je antwoord geef, kan je me slaan, kan je me schreeuwen. Hoe moet ik je antwoord geven? En dan dacht meneer, snap je me? Maar als ik je rechtstreeks in je ogen kan aankijken op een leeftijd van 7 jaar. En zeg van, mijn naam is Rivelino Lichon. En van u? Het is al vast een basis voor de jongeren, de jonge jongens. Om zeg maar naar een gedurfde toekomst te werken. Ja, dat is ook. En tot slot, meneer Lichon. Wat is uw boodschap slash advies naar mensen die geïnteresseerd zijn in dansen en die van dansen houden vanuit uw perspectief van Be Your Own Hero? Mijn boodschap naar de gemeenschap is, zeg maar die van dansen houden. Zeg niet dat je niet kan dansen. Iedereen heeft wat, ook al heb je geen ritme. Er is ook muziek zonder ritme. Dus mijn boodschap naar de mensen die ook niet durven te dansen. Daag jezelf eens uit, maak contact met ons. We nemen al inschrijvingen vanaf 3 jaar. Vanaf 3 jaar kun je al dansen bij ons. Leeftijd, 3 jaar tot 100+, I don't know. Maar kom een keertje, kom ons joinen. En dan zul je zien dat dansen in principe, het heeft wel met maat te maken. Maar soms is het ook, welke maat heb je in jou? Om het naar buiten te brengen. Dus challenge jezelf, join us, be your own hero. Dankjewel en succes met de voorstellingen voor morgen en de resterende 2 dagen. Dank jullie wel. Maar Watson, u ook welkom in gesprek met aanvullend op meneer Lichon. Ik heb begrepen, u bent de directeur van Untold. Ja. Dus dan vallen we dan direct met de deur in huis. Hoe u de samenwerking vindt tussen Be Your Own Hero en Untold door de jaren heen? Ja, heel perfect. Want we hebben elkaar leren kennen in 2018 uit mijn hoofd. Of 2017. Waarbij zij naar Nederland zijn gekomen met Be Your Own Hero. Ze hebben meegedaan aan een groot festival die wij elk jaar organiseren, het African Diaspora Performing Arts Festival. En vanaf dan zijn we altijd met elkaar blijven werken. En dat ging heel goed. En mijn persoonlijke visie, los van de organisatie, is dat ik jonge mensen wil coachen, wil begeleiden, wil ondersteunen als het gaat om zich te verbreden als om kunst en cultuur en podiumkunsten. Als het nou hier is, in Suriname of in Ghana, voor mij maakt de plek niet uit. Zolang ik maar jonge mensen, jongvolwassenen kan coachen, begeleiden en ook samen kan werken. Voordat ik mijn mensen een beetje confuse, kunt u een beetje vertellen over Untold zelf? Ja, nou Untold is een culturele organisatie gevestigd in Amsterdam Zuidoost in het Belmer Park Theater. Daar hebben we ons kantoor, onze studio-opslagruimte. En Untold gaat over het Afrikaans immaterieel erfgoed in leven houden, conserveren, presenteren. En dat doen we door middel van theatervoorstellingen, commence, uitwisselingsprogramma's, wat we ook sinds met Be Your Own Hero, maar ook met andere groepen en gezelschappen in de wereld. Educatie, we organiseren verschillende bijeenkomsten voor jongeren, volwassenen en kinderen als het gaat om educatie op het gebied van African history, Black history, maar ook onze cultuur. En voor de rest organiseren we ook lezingen, debatten en 2 grote festivals genaamd het Black Heritage Festival, waar we ons richten op erfgoed. Erfgoed is heel belangrijk, hè? Vooral immaterieel erfgoed, maar ook materieel erfgoed. En het andere festival, dat is in november het African Diaspora Performing Arts Festival. En daar geven we Afrikaanse kunstvormen een professioneel podium. Want, belangrijk om te vertellen, we leven in Nederland en het is niet vanzelfsprekend dat zwarte organisaties, zo beschrijven ons, zwarte organisaties, een plek krijgen in het theater. Dus wat heb ik gezegd aan een aantal collega's, wij gaan de plekken zelf creëren. Als je ons niet wilt hebben, gaan wij zelf de plekken creëren en dat doen we nu al een aantal jaren en het lukt.
En wat vindt u zelfs als directeur van Untold van de organisatie Own Hero, hun missie en hun visie van wat ze allemaal willen bereiken, vooral met jongeren en jongvolwassenen van Suriname? Geweldig. Ik zeg altijd, als ik in Suriname zou wonen, zou Suriname voor mij een paradijs zijn. Als het gaat om zoveel jongeren die hier wonen, jongeren die mee willen doen met kunst en cultuur, met muziek, dans, theatervoorstellingen. Dat zou echt een paradijs voor mij zijn. En wat ik ook heel goed en heel belangrijk en essentieel vind van Own Hero, dat ze gewoon een eigen gebouw hebben waar ze gewoon hun activiteiten, hun projecten kunnen realiseren. En wat ook heel belangrijk is, ik vind dat Own Hero het heel goed doet als het gaat om het activeren, het mobiliseren van jongeren, kinderen, jongvolwassenen, als het gaat om kunst en cultuur, als het gaat om podiumkunsten. En dat is belangrijk, want kunst en cultuur is altijd wel een belangrijke motivatie om jongeren te activeren en mobiliseren. En daarnaast kan je er ook voor zorgen dat jongeren zich verder gaan schoolen en educeren. En dat is heel belangrijk. En je laat ook de samenleving zien van dat jongeren wel goed bezig kunnen zijn hier in Suriname. Elk jaar worden de verstellingen gehouden voor pakweg 2 of 3 dagen. Ook van het jaar is er een thema. Kunt u ons een beetje vertellen wat het thema precies inhoudt? Ja, het thema is The Best of Both Countries. Dat wil zeggen van wij als Untold en Black Hamer komen naar Suriname. We brengen ons de beste producten van onze Suriname. En Own Hero doet omgekeerd ook haar beste producten. En dat laten we samen smelten. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, kijk, dit is een heel mooi voorbeeld. We hebben samen muziekuitwisseling, dansuitwisseling. Maar de voorstelling in Cormans is ook een goed voorbeeld van. We hebben het gemaakt, maar vanaf zometeen gaan de dansers en de drummer van Own Hero, die gaan meedoen in de voorstelling. Dus de uitwisseling is niet alleen maar op basis van, ja, we komen elkaar tegemoet. Nee, we laten de jongeren meedoen, de dansers, de professionals laten we meedoen in de voorstelling. Dus we komen samen met elkaar. En wat houdt de voorstelling Cromance, spreek ik het goed uit, Cromance precies in? Cromance houdt in dat de naam Cromance komt uit West-Afrika en om precies te zijn uit Ghana, wat nu Ghana heet. En Cromance betekent hij die niet wil luisteren. En wat wij laten zien met de voorstelling Cormance is dat onze voorouders altijd spiritualiteit hebben ingezet om te vechten tegen de Ma'ava. En Ma'ava betekent niks anders dan de transatlantische slavenhandel. Dat betekent Ma'ava. En als het nou hier is in Suriname, als het op Curaçao is, als het nu in Jamaica is, als het in Haiti is, in overal waar er sprake was van slavernij, was er altijd verzet. Maar in een aantal landen, zoals Suriname, zoals Jamaica en Berbice, wat nu heet Guyana, had je ook de mensen van Cormance en die kwamen allemaal vanuit het fort Cormance in Ghana, Cape Coast, wat nu Fort Amsterdam heet. En deze mensen gingen altijd in verzet en ze vochten ook met een Cromantie ritueel. Dat ga je ook zien in de voorstelling. Dus wat wij hebben gezegd van nee, wij willen geen voorstelling maken over te laten zien hoe onze voorouders werden geslagen. Nee, wij gaan laten zien hoe onze voorouders in verzet gingen, zowel in Ghana als hier in Suriname, Curaçao, Jamaica. En dat dus, Cormance is puur om te laten zien van hé, onze voorouders hebben verzet gepleegd door middel van spiritualiteit, door middel van obja, door middel van kadomble, door middel van voodoo. En iedereen kent wel Toussaint Louverture, Boekman, Cécile Fatiman, de strijders in Haiti vanuit de Haitiaanse revolutie. Dus dat laten we zien met de voorstelling Cormance. Als ik echt zo naar u luister, u weet, Suriname is niet echt altijd zo open qua dit gedeelte van ons cultuur, om het zo te zeggen. Hoe gaat de voorstelling begrijpelijker naar voren komen dat men niet elke keer het idee heeft dat het iets verkeerds is? Want men zegt, cultureel kan gezien worden als Takrusani. Hoe gaat de voorstelling ervoor zorgen dat mensen anders gaan nadenken of er anders naar zullen kijken? Eerst belangrijke, dan kom je bij de tweede. Eerst belangrijke, kom naar de voorstelling kijken. Want dan heb je een idee hoe we dat gaan doen. En hoe gaan we dat doen? Kijk, wij zorgen voor dat muziek, dans, tekst, maar ook beeld, theaterbeeld, ook licht. We maken allerlei sferen op het podium waar we laten zien hoe positief ons verzet is. Hoe positief onze spiritualiteit is. Hoe positief onze Kumantiwinti is. Hoe positief onze Obja is. Dat laten we in de voorstelling zien door middel van tekst. Er zijn 2 acteurs die de hoofdrol hebben, een dame en Jamal Beynou en Vanessa Velter. Dans, muziek, maar omdat we theatermakers zijn, zorgen we ook voor een bepaald beeld op het podium. Licht, we hebben ook licht nodig en dat gaan we laten zien op het podium. En
mensen gaan het echt wel begrijpen om te zien hoe we strijden. Theatraal, dansakte en ook qua muziek. Oké, tot slot meneer Watson, wat is uw boodschap slash advies naar vooral jongere, jongvolwassenen die van dansen houden, maar toch vinden van dans is niet echt een plek voor mij. En de rest van de gemeenschap die wel van muziek, cultuur en dans houdt. Ja, hele goede vraag. En ik ga zeggen waarom. Omdat het Afrikaans immaterieel erfgoed, die kan je omzetten in kunst en cultuur. Moet ik opnieuw beginnen? Het Afrikaans immaterieel erf kan je omzetten in kunst en cultuur, de muziek en dans. En de jongeren, als je nu naar me luistert, dan je hebt zoveel erfgoed, je hebt zoveel kracht, zoveel power, zoveel history in dans. Alle dansstijlen hebben een bepaalde history. Het straalt ook kracht uit. Dus ik zeg altijd van, hou je ermee bezig. Maakt niet uit wat je doet, als je nou wil dansen, muziek wil maken, wil rappen, zorg ervoor dat je kunstzinnig bezig bent. Want op die manier kan je jezelf versterken, je leert discipline, je leert samenwerken, je leert ook een andere hebben. En je hebt ook de kans om met andere groepen zoals Untold en Black Hammer te gaan uitwisselen, om kennis over te dragen door middel van muziek en dans. Meneer Watson, heel informatief en heel interessant ook, zal ik zeggen. Wij van ATV kijken uit naar de voorstelling en we wensen jullie heel veel succes in de komende dagen. Dankjewel en jullie ook voor dit interview. Kijkers, u heeft de heer Lishan en de heer Watson gehoord. Iedereen die geïnteresseerd is in deze voorstellingen moet er naartoe, want ze zijn er maar voor 3 dagen en die starten morgen. Dat was het voor dit deel van In Gesprek Met. In het eerste deel zag u mij in gesprek met Dean Revos, de marketingmanager van de Southern Commercial Bank Suriname. En wij hadden het over het 5-jarig bestaan van Uni5P. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood. De herhaling is er dan om 9 uur 's avonds op kanaal 12.2. Wij zijn er volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan!